Goed, Thibaut de Smet, 0-0 tegen Zulte Waregem. Ja, een gelijk spel, maar er zat misschien wel meer in vandaag. Er zat zeker meer in. Ik denk dat we heel goed aan de wedstrijd zijn begonnen. Dat het geloof er van de eerste keer was. Want vorige week was het weer een moeilijke match en zo. Dus we hebben een goede week getraind, hard getraind. Weten dat het met deze groep moet gebeuren. Dus er zat zeker meer in. Maar oké, we hebben een clean sheet, we hebben niet verloren. Dus we moeten de positieve zaken meenemen naar de volgende wedstrijd, naar Eupen volgende week. Ja. Misschien een positief punt ook vandaag. Ja, het viel op, de supporters stonden ook echt achter de ploeg. Dat helpt jullie ook voort, kan ik me voorstellen. Ja, tuurlijk. De supporters geven niet op. Ze blijven ons steunen tot het einde van de wedstrijd. Ook al zijn er tegenslagen. En dat duwt ons vooruit. En zo gaan we er wel geraken. Ja. Ja, misschien persoonlijk voor jou iets jammerder. Ja, je hebt niet tegen je broer gespeeld. Ja, inderdaad. Dat was heel mooi geweest als hij op de bank gezeten of zelf in had gevallen. Maar we waren realistisch. Het is soms tribune, bank. Die periode heb ik ook meegemaakt in Gent. Dus hij moet gewoon wat geduld hebben. Ik had het net voor de wedstrijd vernomen dat hij op de bank tribune zou zitten. Dus ik vind het jammer voor hem. Maar kijk, we hebben de punten gedeeld. Mijn ouders zullen ook wel tevreden zijn. Alhoewel, ik wou meer, ja. Volgende wedstrijd, de volgende opdracht is KS Eupen. Hoe kijk je naar die wedstrijd? Ja, we kijken er positief naar uit. Ik denk dat we de goede dingen moeten meenemen. We spelen volgende week zaterdag om 6:00. Dus de supporters zullen ook weer volop aanwezig zijn. En we gaan er weer vanaf de eerste minuut tot de laatste voor.